Helemaal! Ik ben Sophie, 24 jaar en ik wil me graag inschrijven voor de Kyo Academy. Nu, 3 jaar geleden heb ik dat ook al eens gedaan. En toen mocht ik ook de testen doen. Toen is wel de stress een beetje hoog opgelopen. Maar 3 jaar later wil ik graag nog een keer proberen. Dus ik neem jullie mee op dagtrip. Nu, ik heb mijn jogging nog aan. En dat komt omdat ik thuis werk. Voor B-post. Dus zo weet je ook al waar ik voor werk. En nu wil ik toch wel eens graag laten zien wat ik graag doe op een dag. Voor te beginnen, ben echt verslaafd aan TikTok. Maar dat is echt iets goed, want de stress die ik 3 jaar geleden had, voor de camera, voor mensen, door deze app ben ik dat helemaal kwijtgeraakt. Of ik probeer toch. Ik ben ook nog maar net verhuisd. Ik woon in Antwerpen nu. Nu, mijn tweede verslaving is make-up. Ik zal het even laten zien. We gaan van hier naar hier. Nu, ik dacht me wel in te schrijven. Ik werk op een klantendienst en ik krijg keivaak te horen. Sophie, je hebt een radiostem. Ziezo, dus hier ben ik dan. Er zijn wel nog een paar dingen die ik wil laten zien. Kijk maar. Ik en mijn beste vriendin hebben ook een YouTube-pagina. Waardoor wij ook soms vloggen. Eigenlijk zijn dat alleen maar bloopers. Bloopers van een hele dag. Ik ben ook afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. Als kapster. Ik heb gewerkt in de bewaking, op een magazijn en nu dus bij de klantendienst. Veel mensen zeggen echt dat ik een aangename stem heb als ik bel. En door deze job, raar maar waar, ben ik echt overvriendelijk geworden. Als ik nu zo praat met jullie, is het nog 10 keer anders dan dat ik de telefoon opneem. Dan is dat gewoon zoals, Depos klantendienst, je spreekt met Sophie, waarmee kan ik u helpen? Bah, ik hoop echt dat ik nog eens mag komen. Bye!